De niet-residerende ambassadeur voor Suriname in Servië, Gardelito Hewaki, heeft vandaag zijn geloofsbrieven overhandigd aan de president van Servië, Aleksandar Vučić. Het staatshoofd heeft in totaal 16 ambassadeurs geloofsbrieven in ontvangst genomen. Ambassadeur Hewaki is op 10 april door president Bouterse beëdigd. Hij is geen onbekende binnen de samenwerking tussen Suriname en Servië. Als coördinator van het e-government programma is hij reeds geruime tijd betrokken bij projecten tussen de beide landen. Ambassadeur Hewaki zal zich inzetten voor het verstevigen van de handelsrelatie tussen de twee landen en beloofde zich ook sterk te zullen maken voor de toerismesector.